In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Gekke Petertje. Hij is pornoregisseur. Porno regisseren of in een pornofilm spelen? Regisseren. Binnen of buiten filmen? Binnen en buiten graag. Amateurs of professionals? Allebei. Ja, hey, je kiest overal allebei. Je moet kiezen. Amateurs en professionals. Nee, je moet kiezen. Moet kiezen. Professionals. Nederlandse of internationale video's? Internationale. Regisseren met of zonder stijven? Zonder. Hoe ben je begonnen als pornoregisseur? Ik ben eigenlijk begonnen als pornoregisseur. Ik was acteur 7 jaar lang. Altijd al dingen voor de camera gedaan. Natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, uiteindelijk wil je natuurlijk ook iets anders doen. En dat is filmen. Ja? Dus, hoezo? Uiteindelijk... Was je wel uitgeneukt? Kijk eens. Oh ja, daarom? Ja joh. Werd je onzeker over jezelf? Nee, dat niet. Maar uiteindelijk wil je gewoon lekker filmen. Gewoon wat verder gaan. Je wil promotie maken. En ja, je kan niet altijd natuurlijk pornoacteur blijven. En ik wil heel graag in die wereld blijven. Dus ja, dat is mijn producent geworden. Ja. Wat vond je dan vet aan filmen, aan regisseren? Nou ja, meer het maken van de ideeën, weet je wel. Dus een script maken, schrijven, fantasieën, wat je gaat verfilmen. Ja, was je nog onzeker over iets toen je net als regisseur begon? Ja, in het begin is het natuurlijk eventjes allemaal spannend natuurlijk. Hè. Wat dan? Altijd een stukje zenuwacht nog. Zeker bij een opname zoals van Secret Circle. Daar ben je 6 uur mee bezig. Dat is net wat allemaal luxer. Je wordt met 4 camera's, 3 camera's worden dat gefilmd. Mooie locatie, goede modellen, visagie. High quality. High quality. Ja, wat maakt je dan onzeker? Dat ik die productiedruk, weet je wel. Soms ja. Alles kan misgaan, weet je wel. Dat kan ineens maar een model afzeggen, weet jij veel. Er kan alles gebeuren nog voor een productie. Een model heb je pas voor de camera, als die voor de camera staat. Ja. Waar hou je je inspiratie vandaan? Ja, onder de douche. Ja? Ja. Dat is het moment wanneer ik echt ontspan eigenlijk, weet je. Dat ik lekker kalm word en rustig word en dan ga ik denken, weet je wel. En waar komt dan die inspiratie vandaan uit jouw hoofd? Is dat omdat je dingen ziet of is dat echt omdat je put uit eigen... De locatie. Meestal als je een locatie boekt, dan kijk je in de dan zie je de locatie. En dan begint het al rustig te spelen. Ja. En het mooiste is altijd nog als ik even door de locatie heen kan lopen. Als ik 1 keer door de locatie heen loop, dan komen er 5 verhalen in mijn hoofd op. Maar wat is dan een beetje de volgorde? Dus je denkt eerst aan het verhaal? Nee, ik ga eerst naar de locatie zoeken. Dat is altijd fucked up om locaties te krijgen. Dat is meestal die Airbnb-locaties die ik stiekem pak. En dan kijk ik op de foto's en denk waarom is dat moeilijk? Omdat mensen niet graag willen dat er geneukt wordt in hun... Nou ja, ik had pas geleden, dat was bizar, dus dat ik in een vakantiehuisje heb ik even kijken... Wat was het? 14 producties geschoten in 1 week. Dus 2 van Secret Circle. Ja. Ja, en overal heb je zaad op de muur? Nee, we blijven altijd wel netjes. We zorgen dat het netjes opgeruimd is. Maar in ieder geval je buren, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment staat er ineens een buurvrouw in je tuin, weet je wel. Nou... Ja. Ja, dan sjap, productie stil liggen, weet je wel. Hup, iedereen het washok in. En dan wachten. Even verstoppen. Ja. Dus locatie is wel echt een ding. Ja, locatie kun je de verhaal omheen bouwen. Ja. Bijvoorbeeld een vervallen huis ga je nemen. Nou, dan denk je, oké, een vervallen huis. Nou ja, wat kan je daar doen? Hier kan je bijvoorbeeld hippies erin gooien. Ja, weet je wel? Die bijvoorbeeld ja. Lekker gek aan het doen zijn. Party, boom, hartstikke idee, seks. Ja, zulke soort dingen, weet je wel. Dat haal je eruit. Ja. En met een vliegtuig, ja, dan weet je dat je er een vliegtuigverhaal omheen moet denken. Ja. Stewardessje bijvoorbeeld. Ja, hoe echt is porno? Ene keer is het niet echt, de andere keer is het wel echt. Maar zeg maar gemiddeld genomen gezien, hoe echt is porno? Zou je kunnen zeggen dat 90% nep is? Of is het vaak 100%? Nee, niet 100% zeker niet. Nee, zeker niet. Laten we het op 50-50 houden. 50-50. Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon actrices natuurlijk en acteurs natuurlijk, maar je hebt ook echt gewoon echt stelletjes die het ook echt samen doen. Ja. Maar je hebt ook acteurs en actrices die gewoon echt een goede band met elkaar hebben, waardoor je ook die passie krijgt, ja. Weet je wel? Maar heeft dan niet echte porno altijd je voorkeur? Of is het ook heel fijn als mensen bijvoorbeeld zich heel erg aan het script kunnen houden en... Ik heb liever gewoon echte seks voor mijn camera. Dat vind ik het mooiste. Ja. Dat zie je ook. De straat van de hele film straalt dat af. Ja. We hebben naar een buitenlandse film gaan kijken. In Oekraïne, je hebt die meisjes uit Roemenië, weet je wel. Ja, dat zijn gewoon machines. Ja. Weet je wel? En je ziet gewoon in de ogen als we bijvoorbeeld Doggy hebben, dat ze gewoon maar dit doen en dat zit, weet je wel. Het is niks meer dan dat. Ja. Word je zelf wel eens geil op de set? Nee. Nee? Oh, daar ben je ook gelijk heel pittig in.
Nee, ik word echt niet geil op de set. Hoezo nee, niet? Ik word er niet geil van. Het is gewoon, ik ben gewoon te veel bezig met mijn shots, met mijn script, met mijn verhaallijn. Ik heb geen tijd om geil te worden, zeg maar. Als ik ook bezig ben met filmen, dan let ik niet echt op haar alleen, maar ook om de omgeving eromheen. Wat is het shot? Elke shot moet voor mij een schilderij zijn. Ja. Elke shot moet een schilderij zijn, snap je? Een mooie schilderij. Het moet er gewoon goed uitzien en je bent echt niet bezig met geiligheid of zo. En dus ook na de opnames, nee, ik raak niet mijn model aan. Nee, maar ik snap ook wel dat je niet aan de meiden moet zitten, maar dat je niet soms een harde krijgt van dingen die er gebeuren of zo. Nee, echt. Ik heb al zoveel dingen gezien dat het op een gegeven moment, ja, doet je dat niks meer, joh. Vind je dat niet jammer? Nee, ik ben er blij om. Juist, stel je voor, ik zou wel zo'n geile hond zijn die achter die meiden aanloopt de hele tijd. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dan zou ik juist niet op de juiste plek zitten, denk ik. Ja. Dan moet ik acteur worden. Dat willen we niet meer. Maar maak je porno dan wel goed genoeg als je er zelf niet eens geil van wordt? Tuurlijk maak ik die porno goed, geloof me. Ik zie dan die meiden ervan genieten. Als ze geil worden, dat is voor mij genoeg. Ja. En ik weet wat ik schiet en ik weet waar ze van houden, dus komt dat wel goed. Wat is het gekste wat je ooit hebt meegemaakt op de set? Walibi. Ik deed toen een week afleveringen, dat heet Peter op Seksbad. En dat deed ik de meest gekste locaties leken opzoeken eigenlijk, zeg maar. Nou, Walibi was er één van. Dus ik ben daarheen gegaan om 5:00 in de middag. Het was nog net open. Zijn we regelrecht naar het Reuzenrad gerend natuurlijk. Er waren geen mensen, helemaal niks meer, natuurlijk helemaal leeg. Want wie gaat er om 6:00 nog in de Reuzenrad? Niemand meer. Ja, toen op een gegeven moment, dit is mijn kans. Ik denk, yes. Ik zeg, Rolf, huppatee, ding eruit. Hup, Ivy, hup, erop zitten. En bovenin, seks. Ik had nooit verwacht dat het ook zo'n impact zou hebben, hoor. De hele server die lag in één keer plat bij Meiden van Holland. Dus, hoe was dat? Dat je ineens zoveel reactie daarop kreeg? Ja, ik schrok me gedood, want ik zat in de auto. En in één keer, mijn maatje die stuurde een bericht naar me. Dus, is dat uit de boulevard? Ik krijg het hering. Ik denk, nou, dan gaat het beginnen. Hmm. Maar is er ook iets op de set wel eens iets heel geks wat je hebt meegemaakt? Ja, zeker. Ik was een keer met met Milena Star was dat, ja, dat was wel hilarisch. Er was een man die voor de eerste keer kwam die bij me acteren. En hij wilde de froggy wilde die doen. De froggy? Froggy. Is dat je met je benen zo in een froggy zit? Ja, dit standje zo. Oh ja. Maar waarom noem je dat geen doggy? Nee, het is froggy, want je gaat als een kikker, weet je. Als een kikker zit je. Kwak, oh, oké. Okay. Weet je wel, een doggy is op je knieën naar achteren. Oh, ja, maar okay. In ieder geval, hij deed dat dus. En ja, er zat een beetje valse lucht nog achterin. Dus op het moment dat hij het wilde doen, hoorde je gewoon keihard, ja. Iedereen natuurlijk op de grond van het lachen natuurlijk. Ja. Die vent zo'n kop natuurlijk, weet je wel. Dat maar is dat niet gewoon heel normaal, dat er heel vaak valse lucht bij dingen zit? En, Nou ja, het is meer bij vrouwen dan de valse lucht. Naar binnen dan naar oh, buiten. Oh, dit was bij hem? Bij hem was dat, ja. Oh ja, ja. Hoe zorg je ervoor dat porno nog lucratief is, nu alles gratis te verkrijgen is? Ga ik je precies uitleggen. Je hebt tegenwoordig ook natuurlijk in Hollywood makers van die prachtige mooie Hollywoodfilms, toch? Die zijn ook allemaal gratis te verkrijgen. Maar je hebt toch je favoriete actrice en je favoriete acteur. Ga je naar de bioscoop? Ja. Precies. Nou, de kijkers die willen ook onze eerste film kijken. Dus het is de service en het er eerst bij kunnen zijn? Ja, zo werkt het. Dus als bijvoorbeeld zo'n meisje bijvoorbeeld op Twitter, weet je wel, op Twitter zijn we echt groot. Ja, als daar zo'n scène uitkomt, mensen kunnen niet wachten. Die willen het zien, want die zijn fan van haar, weet je wel. Die willen het zien. Dus die kijken en die kopen in. Gelukkig maar. Maar als je toch gewoon op Pornhub zit, of tenminste dat heb ik dan, er is een filmpje van 8 minuten. Nou, ik heb niet eens die 8 minuten nodig. Dus waarom zou ik dan ooit een film kopen? Nou ja, dan eerst, wij verkopen geen films. Wij verkopen wel films, maar we verkopen abonnementen. Dus jij kan een abonnement bij ons nemen en dan kan je al onze films gratis kijken, zeg maar. En dat is heel erg interessant natuurlijk, want daar komen ook alle nieuwe films op die nog niet op Pornhub verschenen. Uiteindelijk komen ze op Pornhub, maar dan hebben we zo'n ontzettend goede contentverwijderaar die alles tegelijk ook weer aftrekt. Oh ja? Daar zitten we dik op. Ja, daar zitten we dik op. Maar je zou toch denken dat iedereen toch gewoon gratis filmpjes kijkt? Ja, dat zou je denken, maar toch niet. Want we verdienen nog steeds genoeg geld en we komen nog steeds hartstikke goed rond. En het is er eigenlijk niet minder op geworden. Dus ja. Het gaat gewoon nog de goede kant op. En ja, weet je, je wil toch de primeur hebben van de film. En wij hebben die primeur. Ja, ze gaan toch kijken. Maak je je wel eens zorgen over de invloed die porno kan hebben op jonge kijkers? Ja. Ja, en dan probeer ik ook altijd voor de jonge kijkers te zeggen van jongens, jullie kunnen porno kijken. Ik zeg maar, zo is het niet hoe het hoort. Ik zeg dus, als je een vriendinnetje tegenkomt, ga niet denken dat je er gelijk een hele hand in kan houden, want zo werkt het niet. Ja. Je moet gewoon... Ja, maar dat kan jij natuurlijk wel zeggen, maar dat is niet waar iedere video mee begint. Dus als je gewoon een video kijkt, weet je dat niet. Nee, daarvoor zeg ik ook echt, jongeren moeten daar gewoon echt niet naar kijken. Weet je, jongeren kunnen er wel naar kijken, maar kijk gewoon als je 18 bent, weet je wel. En zorg gewoon dat je goede seksuele voorlichtingen krijgt. En dat is gewoon slecht op school. Op school moeten ze dat gewoon veel beter doen. Maar niet in school, ook de ouders, weet je wel. De ouders moeten ook opletten, weet je wel. Ze zitten allemaal, ja, je moet gewoon zorgen dat je ouders je gewoon ook een beetje voorlichtingen geven. Weet je. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Ja, tuurlijk, dus het ligt aan de ouders. Ja.
Maar je kan natuurlijk ook heel makkelijk met één klik op de knop en zeggen, ja, ik ben ouder dan 18, het wel gewoon zien. Tuurlijk. Vind je dat dat dan moet worden verbeterd? Dat daar... Ja, je weet je wat het is? Je moet gewoon je kinderen niet op die pornokanalen laten komen. Maar denk je dat de ouders dat weten? Je moet ze in de gaten houden. Geloof je me. Je kan er moeilijk met je neus bovenop zitten de hele tijd. Dat kan ook niet. Maar ja, goed, vroeger zat je ook belletje te lellen en deed je ook allemaal dingen wat niet kon. Dus ja, weet je, je kan het toch niet in de gaten houden. Alleen probeer wel je kinderen mee te geven dat als ze kijken, dat het niet zo hoort. Ja. Dat het wel gewoon film is. He, dat je bijvoorbeeld als je naar een actiefilm te kijken, je loopt op bank binnen en je schiet iedereen overhoop. Dat doe je ook niet, weet je wel. Hmm. Nou, in de porno, weet je wel, zo werkt dat ook, weet je. Je gaat ook niet gelijk zulke dildo's erin douwen en weet ik veel wat gaggen. Weet je... Je moet gewoon op je kinderen letten. Hè? Dus gewoon als ouders zijn, gewoon goede opvoeding geven. En leren dat je hoe je met een meisje moet omgaan. Maar ja, met nu, respect en noem maar op. Ja, maar vind je dan, nu leg jij de verantwoordelijkheid dan wel alleen maar bij die ouders zeker. Neer. Vind je dat het ook bij jullie ligt? Nee. Want jullie faciliteren het wel. Ja, zeker. Zeker faciliteren we het wel. Want er zijn genoeg mensen die graag porno willen kijken. Jullie maken ook een programma Spuiten en Slikken. Daar kijken ook kinderen naar. Er komen ook items in vooraf toe die net even iets erger zijn. Ja. Hallo, dan moet je die ouders zeggen van kijk daar niet naar, weet je wel. Snap je zulke soort dingen? Zo is het. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Zo. Heb jij eigenlijk liever een calzone of gewoon een platte pizza? Ja, maar mijn calzone. Ja? Ja. Lekker. Kies je die ook vaak? Ja, veel kaas erin. Oh ja. Lekker man.